Hoi, ik ben Arthur Kruisman, meester Arthur. En in deze video ga ik jou laten zien hoe je zo'n prachtige pompom kan maken. Eigenlijk op een hele simpele manier. Zonder karton, maar met alleen wol. En je hebt een schaar nodig. En natuurlijk je vingers. Ik kreeg deze van Vera. Dankjewel Vera. Nu ga ik het andere kinderen ook laten zien hoe ze dat kunnen doen. Ik ga hem maken met twee kleuren. Je kan hem ook met één kleur doen of met drie of met vier. Zoveel als je wil. In dit geval pak ik blauw en rood. En ik doe mijn vingers een beetje uit elkaar. Doe ze niet te strak bij elkaar, want dan krijgen je vingertoppen geen bloed meer. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Dus zorg dat je vingers nog steeds bebloed raken, want je gaat het touwtje er gewoon omheen draaien. Ik haal hem nu nog heel even zo vast. En dan draai ik hem zo even vast. En dan ga ik draaien en draaien en draaien. Je kan hem natuurlijk nog verder draaien. Het is maar net hoe groot je hem wil maken. Wees daar zelf creatief in. Het maakt mij niet uit. Je kan hem ook heel klein maken. Maar ik vind dit een mooie grote. Je hebt nu nog een heel stuk touw nodig. Zorg ervoor dat je zeker zo'n lengte houdt. Want je moet met dat draadje moet je hem ook vastmaken. En dat draadje wordt ook het touwtje wat er nog aan vast zit waarmee je hem bijvoorbeeld kan ophangen. Ik heb hem nu afgeknipt. Dit is wat ik heb. Mijn vingers kan ik nog steeds gewoon vrolijk bewegen. Dat gaat prima. Ik draai hem nu wel even zo ertussen. Zodat ik hem, het touwtje wat er over is, doe ik nu even helemaal zo eromheen. En nog een keertje, zodat hij goed stevig zit. En nu pas ga ik hem van mijn vingers afhalen. Voorzichtig haal ik mijn vingers eruit. Ik pak hem zo beet, zodat hij nog steeds strak blijft. En ik ga verder draaien, want hij moet nog wel lekker strak in het midden. Lekker veel keer eromheen. En de laatste keer doe ik mijn vinger er weer even zo tussen. Want ik moet een knoopje maken. En dat knoopje kan ik alleen maar maken als ik natuurlijk ruimte heb. Zo. Ik maak er een knoop in, zodat hij stevig vast blijft. Ik draai er nog een keer omheen en ik maak nog een knoopje. Zodat hij lekker strak zit. En dan maak ik nog een knoopje. Drie knopen lijkt me voldoende. Als je er nog meer in wil maken, dan moet je dat natuurlijk doen. Kijk, deze knoop zit er niet helemaal goed in. Nu wel. Voor de zekerheid maak ik nog een vierde. Want de derde knoop ging nog niet helemaal zoals ik wilde. Zo. En als dit niet goed zit, dan valt hij gewoon weer uit elkaar zo meteen. Ik heb nu dit bolletje wol. Maar om er echt een bolletje van te maken, moet ik dit helemaal openknippen. Ik heb dus de schaar nodig. En dan ga ik waar mijn vinger zat, ga ik de schaar erin duwen. Oppassen dat je niet per ongeluk het touwtje doorknipt, anders kan je hem nog niet ophangen. En je knipt hem voorzichtig helemaal door. Kijk, dit hou je over. Dan ga je nog waar de andere vinger zat, doe je ook weer de schaar in. Zo. En ik knip weer voorzichtig alles door. Nu kan ik er al een bolletje van maken. En ik ben dan al heel snel tevreden en ik denk al van wauw, leuk bolletje. Maar je kan als je wil hem natuurlijk nog wat mooi rondknippen door er wat af te knippen en door hem echt als bol mooi te maken. Nu heb je zonder karton een tweekleurige pompom gemaakt. En hiermee kan je hem vastmaken. Je zou er zelfs nog wat op kunnen plakken of oogjes op kunnen maken, zodat hij wat vrolijker wordt, zodat het echt een
poppetje wordt of een pompom poppetje wordt. Dat zal ik nog even doen. En nu heb je een vrolijke pompom gemaakt met twee oogjes. Die oogjes hoeven natuurlijk niet. Je kan hem pimpen zoals jij dat leuk vindt. Wat ik zei, je kan meerdere kleurtjes gebruiken. Wees creatief. Maar dit is dus een hele snelle manier waar je bijvoorbeeld op de BSO zelf een pompom kan maken. Veel plezier ermee. Vond je dit nou een leuk filmpje? Like hem dan. Wil je meer van dit soort filmpjes en video's zien? Abonneer dan op mijn kanaal. Einde van deze vlog. Tot de volgende vlog. Doei!